hartelijk welkom in New Orleans, want wij dopen Hattem vandaag om tot New Orleans. We gaan elk moment beginnen. We hebben de regen voor u goed in de gaten gehouden. Er komt nog een kritiek momentje ergens in het komende uur, maar de hele avond is het verder droog. Eerste keer in Hattem, een muziekfestival. De inspiratie ligt bij Opoe. Opoe is mijn moeder. Mijn moeder is nu thuis bij ons. Ze woont in ons huis. Ze is 90, maar eigenlijk niet meer in staat om... om dit op deze manier mee te maken. Dus dat is wel heel jammer. Maar ik ben met mijn moeder 4 keer in New Orleans geweest. En we gingen arm in arm alle cafés af. En heeft zoveel indruk gemaakt. En de grote inspiratie in deze muzikale cultuurstad is eigenlijk de combinatie van good music, good food, on a good location. Nou, dat hebben we, het programma hebben we geprobeerd hier weer neer te zetten. Waar ik zelf heel erg trots op ben, is dat het een hele mooie mix is, het programma. Een mix van talent wat zijn kwaliteiten bewezen heeft uit New Orleans, uit Nederland en tegelijkertijd heel veel jong opkomend, lokaal, regionaal talent. Culinair is het nodige geregeld met dank aan de horeca. Hapjes uit het zuiden van de Verenigde Staten, dat wordt smullen. Een glaasje erbij, mooie muziek erbij. Deze ambiance, dat gaat niet meer worden. Dus mijn vraag, gaat het lukken New Orleans en Hattem? Wel zeker. Als burgemeester van het mooie Hattem doe ik een stapje terug. Dat kunt u begrijpen. De organisatie krijgt alle ruimte. Jan-Erik, dit zijn de symbolische ambtsketens van Hattem. Ik leg ze af en doe ze jou om. U begrijpt, ik hou een oogje in het zeil. Het is een hele oude Chrysler, 20 jaar oud. Een beetje gezocht naar een Amerikaanse auto. En iemand heeft deze vrijwillig gegeven. Dat is helemaal geweldig. Ik heb hem een beetje voorbereid en eigenlijk een beetje een New Orleans item gegeven. Dus aan de ene kant heb je de hele mooie brug van New Orleans die heel specifiek daar aanwezig is. En aan de andere kant de skyline. En iedereen mag meedoen. Een beetje muzieksfeer natuurlijk ook te houden hebben we aan de achterkant. Hebben we alle muziekinstrumenten die dan specifiek daarvoor zijn. Dus zoals een sax en piano en dergelijke. Een gospelzanger erop. En aan de voorkant hebben we dan de plattegrond van New Orleans. Met het logo van de Opus House of Music. Want die hebben dit allemaal gezorgd dat het in orde kwam. Dus... We gaan het allemaal zien straks, of niet? Ja, ik ben heel benieuwd inderdaad wat het gaat worden. Heb jij geschilderd? Ja. Wat heb je geschilderd? Ja. Heel mooi. Ja. En je hebt je schoenen erbij uitgedaan, zie je. Klopt dat? Lekkere slippers. Oh, lekkere blote voeten. Oh ja. Praise his holy name. I came to lift
Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift him higher. Lift Jesus higher. I just came to magnify. I came to glorify. I just came to glorify. I came to praise him. I just came to praise the Lord. For he is worthy. Worthy of all my praise. Worthy of all my praise. Never will a rock cry. Praise him in the evening. Praise him. You got to praise him. Praise him. Praise him till the sun goes down. Praise him. You got to praise him. Here we go. Praise him in the morning. Praise him in the evening. Praise him in the morning. You got to. Edith Corridon, je bent de bedenkster van dit hele leuke project. Kun je daar wat over vertellen? Ja, zeker. Dan Erik, die kwam bij mij langs en die zei van, joh, kunnen we niet wat met kinderen doen in de Dijkpoort? Nou, Dijkpoort is natuurlijk altijd de plek waar al die kinderen les hebben en workshops worden gedaan. En toen dachten we, nou, wat past er nou beter bij dit festival dan met elkaar een gitaar maken? En Houtwerk Hattem, de eenhoorn, heeft met sigarendoosjes gekomen. Nou, Martijn van Houtwerk Hattem heeft heel hard gewerkt al die halzen eraan te maken en de boel gereed te maken. En Henry Grotenhuis, dat is een echte cigarboxplayer uit Dalfsen. Die is hier ook aangekomen en die heeft ook geholpen op de achtergrond, ook hoe de snaren gespannen worden. En nu zitten alle kinderen hier hun eigen gitaar eerst te beschilderen met hun hele eigen ontwerp en gaan straks met z'n allen optreden. Ja, dit noemen wij een one string diddly bow en dit is in de vorm van een sigarendoosgitaar en hij is eensnarig, waardoor het eigenlijk dus een diddly bow heet. Er is een bluesartiest die heet Bo Diddley en die heeft zijn naam ontleend aan de diddly bow en dat is ook meteen de reden waarom Bo Diddley altijd op vierkante echte gitaren speelt. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. Ashes to ashes and dust to dust. If the liquor don't get you, the women must. Let's start the funeral march of our dear beloved friend, our double bass, who lived a very good life and a very long life, and he deserves this. Thank you.
er staat nu een Leensburger. Wat is er nou zo bijzonder aan deze burger? Met liefde gemaakt. Gewoon met liefde gemaakt, dat is het. Meer ja, goed muziekje op de achtergrond. En leuk terrasje zo. Ja, dat wordt de burger dit. Geloof me nou, concurrentie hebben we daar verderop staan, maar deze is beter. Ik zeker. I'm weeping now, what's wrong? Jesus, keep me. Keep me from being too long. Proudly walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Heb je een bepaald idee wat je gaat doen? Ja, ik maak muzieknootjes. U maakt muzieknoten, waarom? Gewoon, ja, hij of zij maakt, zingt muziek en daar hoort muzieknootjes bij. Ik vind het een heel goed idee. Succes. Ja. Oh, wat geweldig, zeg. Ik dacht dat jullie de auto zouden schilderen, maar wat zie ik nou op je neus? Zit er iets op mijn neus dan? Shade of blue. When you feel
Ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij is het een succes. Het lijkt een heel groot succes. De mannen willen bovenop het dak graag gaan schilderen en dat is het mooiste wat er is. En wij denken dat het thema ook wat eruit komt. We hebben genoeg muziekinstrumenten erop staan. Still I wonder who